Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal Vreubelen met Eline. Hallo allemaal, gezellig dat jullie er zijn. Vandaag laat ik jullie zien hoe ik deze condoleance kaart heb gemaakt. Als eerste ga ik mijn 300 gram A4 papier snijden op A5 formaat en leg mijn cirkelstencil op mijn papier en plak het vast aan mijn werkbasis met paarse tape. Dan ga ik mijn cirkel blenden met geel en oranje Distress Oxide inks. Ga ik mijn notitiepapier scheuren om wolken te gaan maken bij de zon. Daarna maak ik zonnestralen met mijn dunne smalle blending brush en gebruik de kleuren geel en oranje. Nu ga ik met oranje, geel, lichtblauw, donkerblauw, lichtgroen, donkergroen, bruin en roze een regenboog maken met mijn smalle blending brush. Dan maak ik nog extra wolken over mijn regenboog, breng ik dat zachtjes aan met mijn blending brush. Ga ik een meisje tekenen met potlood en ga haar daarna met zwarte pen overtekenen en mijn potlood daarna uitgummen.
dan ga ik om haar heen de lucht lichtblauw blenden. Gekozen dat zij in een bloemenzee is en ga dan deze mooie mini bloemen stempeltjes gebruiken om de bloemenzee te maken. Daarna ga ik als laatste deze schattige mini vlinder stempelen met lichtroze, lichtblauw, lichtgroen en geel vervagend stempelen. Dan gebruik ik ook nog extra gelpennen voor het extra effect van het meisje.
mijn kaart op een zwart vel papier en daarna op licht paars papier, om zo een heel dun zwart randje te creëren en achterop de kaart dit mooie paarse papier te hebben. Heb ik gekozen voor dit mooie pen en paper van Heidi Swap om de kaart helemaal af te maken. De persoonlijke tekst heb ik met zwarte pen geschreven, maar dat houd ik privé. Wat is deze kaart prachtig geworden, precies zoals ik in mijn gedachten had. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!